Jong PSV en Jong Ajax kennen beide een niet al te best tweede deel van de competitie. En dus zal er hier op de toekomst gewonnen moeten worden om wat te kunnen maken nog van dit seizoen. De eerste kans hier voor Kolbein Sigthorsson. Hij bij Ajax in de basis. PSV deed het onder andere met Memphis Depay en Jurgen Locadia. Maar Ajax is het gevaarlijkst in de beginfase. Weer een kans voor Sigthorsson. Kan net niet bij die bal. En dus blijft het 0-0. PSV dan via Schouw. Locadia, Depay, terug naar Locadia met wat geluk. De bal voor zijn voeten. Jurgen Locadia op de voeten van doelman Mickey van der Hart van Ajax. En dan hier Memphis Depay nog, die zijn lopje naast het doel ziet verdwijnen. Mooi paasje van Depay. Meestal maakt Locadia dit soort ballen toch wel. Maar vindt hier dus de voeten van Mickey van der Hart. Jong Ajax, 9e in de belofte Eredivisie. PSV staat 7e. En dat is, zoals eerder al gezegd, een beetje laag voor beide ploegen. Tobias Sana met de paas op Lukoki. Probeert het met een puntertje. De bal gaat wel voorbij doelman Nigel Bertrams, maar ook naast het doel. 0-0 de ruststand. Weinig grote kansen. Het publiek werd niet echt verwend. Eens kijken wat de tweede helft brengt. Dit is Jordi Lukoki. Die is snel. Daar in het midden staat Andersen helemaal vrij. Prima controle en 1-0 voor Ajax. Lucas Andersen doet alles goed. En weet ook wie hij moet bedanken. Jordi Lukoki. De assist is perfect. Hetzelfde geldt voor de aanname van Andersen. En met de buitenkant van de voet wordt Nigel Bertrams gepasseerd. En dus moet PSV, maar het is Ajax dat komt via opnieuw Lukoki. Jordi Lukoki speelt hier de bal te ver voor zich uit en daar ontsnapt PSV. Veel van dit soort slordigheden op maandagavond. Het was niet altijd even goed, maar het bleef wel spannend tot het einde. PSV via Peter van Ooyen. Aardige poging, mooie redding van der Hart. En daar moet PSV het van hebben. Afstand schoten. Maar dan moet je ook het geluk hebben dat de doelman er niet bij kan. Mouzaki ingevallen bij PSV. Hetzelfde geldt voor deze Zakaria Bakali. Dit is een goede paas op Marcel Rietsmaier. Het schot van Rietsmaier gaat naast. Maar u hoort het fluitje van scheidsrechter Martens. Hij geeft een penalty aan PSV. En de rode kaart is er voor Mike Bussen. En dat zullen we even in de herhaling moeten zien. Ja, Bussen komt te laat. Domme tackle. Strafschop voor PSV. Schouw achter de bal, maar de redding van der Hart. Beroerd ingeschoten deze strafschop door Rick Schouw, die de jeugdopleiding doorliep bij Ajax. Wilde zich hier laten zien, maar doet dat in een negatieve rol voor PSV. Aan de andere kant, Hoessen tegen de vlakte gewerkt. Van Beers met de overtreding. En weer komt daar een kaart en weer is het rood. Ditmaal voor Kasper van Beers. Zwaar gestraft. Maar de kaart komt er wel. En zo eindigt ook PSV de wedstrijd met 10 man. Wat overdreven gegeven die kaart. Maar het is wel rood voor Van Beers. En dit dat moment een minuutje eerder. Schouw met de strafschop recht in de handen van der Hart. Staat nog die vrije trap voor Ajax. Dens wil achter de bal. Maar hij krult hem naast. Jong PSV verliest op de toekomst met 1-0 van Ajax. En dan kijken we nog even naar alle andere uitslagen van maandagavond. Heracles wint van FC Utrecht. NAC haalt uit tegen FC Twente. En ook RKC Waalwijk wint flink met 4-1 van Feyenoord. En dan is dit toch wel de verrassende stand. Heerenveen koploper, gevolgd door FC Utrecht. Ajax en PSV vinden we terug op de plekken 7 en 8. En een ploeg als Twente, die staat niet eens bij de eerste 8. En hier verandert er helemaal niets. Jurgen Locadia blijft topscorer, maakte al 16 treffers dit seizoen. Gianluca Maria zal niet meer scoren voor Jong PSV. Hij voetbalt inmiddels bij FC Eindhoven. Ruben Betancourt maakte er 4 en een hele rit spelers maakte er 3.